Dames en heren, goedenavond. Ik ben Marco Bakker. Ik ben, zoals in de aankondiging stond, kunstenaar. Ook historicus van huis uit. En ik ben ook daarbij, en dat is in dit geval heel belangrijk, ik ben de beheerder van Museum Paulina Bisdom van Vliet in Haastrecht. Ik weet niet of u dat kent, het is wel redelijk bekend in de regio. En als u er wel eens bent geweest, dan weet u waar het over gaat. We zijn nu in restauratie al bijna 2 jaar. Maar we gaan in april weer open. En dit is een goede gelegenheid om eens even aandacht te besteden aan dat museum. Mij is gevraagd om even wat uit te zoeken over de voorgeschiedenis van de familie. Dus ik ga niet het museum behandelen. Dan moet u echt even komen kijken in april. Maar ik ga wel iets vertellen over de familie, de voorgeschiedenis. Nou, ik heb het genoemd Groene Hartregenten. En de ondertitel is De voorgeschiedenis van Paulina Bisdom van Vliet. En dan wil ik eigenlijk dat u even zich voorstelt dat Mark Rutte, die kennen we natuurlijk allemaal, onze minister-president, dat hij tegelijk ook een functie heeft bij Shell of bij Unilever. En dat hij daar manager is. Als u dat zich even voorstelt, hè, dat hij tegelijk het beleid bepaalt van de regering, maar tegelijk ook een belangrijke baan heeft in het bedrijfsleven. Nou, dat moet u zich even in gedachten nemen en dan gaan we terug naar de tijd. Terug in de tijd. Kijk, dit is Museum Paulina Bisdom van Vliet. Zo herkent u het misschien wel als u door Haastrecht rijdt over de provinciale weg. Het is een heel mooi pand, gebouwd in 1877. We zijn er nu in restauratie, maar vroeger heeft dit pand er anders uitgezien. En dan kijken we even naar de volgende dia. En dan ziet u het langzaam veranderen in hoe het pand er daarvoor uitzag. Dit heb ik zelf een keer uitgezocht. Ik heb daar ook een artikeltje over geschreven in de plaatselijke historische tijdschrift. We kunnen ook nog even teruggaan. Dan kunt u nog even goed kijken naar de hoekstenen van het pand. De hoekstenen is best asymmetrisch. Die gevel is best raar. En die hoekstenen hebben te maken met het pand wat ervoor stond. Dus die hoekstenen geven eigenlijk aan waar het oude pand is geweest. We kunnen ook, ik zal u nog even voorstellen aan de belangrijkste persoon van het huis, dat is Paulina Bisdom van Vliet. Zij was degene die het museum heeft achtergelaten eigenlijk, heeft overgedragen aan ons. Paulina is geboren in 1840, kan ik wel vertellen. Ze is in 1923 overleden en op dat moment is het eigenlijk meteen een museum geworden. En dat is nu nog steeds zo, we zijn bijna 100 jaar verder. Nou, hier zien we een dia van Paulina toen ze veel jonger was. Dit is Paulina toen ze 13 jaar oud was. Daar kunnen we natuurlijk bij stilstaan. En we hebben ook nog wel een plaatje van toen ze nog jonger was. Hier is ze 10 jaar oud. Paulina's levensgeschiedenis is heel interessant, maar daar gaan we dus in dit geval nu even niet bij stilstaan. Want we gaan het hebben over een plaatje zoals dit. Dit is de familie van Paulina, de voorouders van Paulina. Dit is de familie Bisdom van Vliet. In de 18e eeuw. Dit is om precies te zijn 1757. En dit schilderij hangt in het Rijksmuseum. Maar goed, het had even zo goed bij ons in het museum kunnen hangen. Maar goed, het is in andere handen gekomen. Maar goed, daar zal ik u verder even niet meer lastig vallen. Het gaat er even om. Dit is de familie van Paulina. En hier hebben we even de kwartierstaat van Paulina. U wel bekend natuurlijk, een kwartierstaat in de genealogie. We zien Paulina met een fotootje, even haar details, haar geboortedatum, haar huwelijk met haar man, overlijden in 1923 en nog even wat andere details. We zien dan ook meteen daarboven Marcellus Bisdom van Vliet, dat is haar vader, Maria Elisabeth Knoch, dat is haar moeder, en dan Samuel Reinders, Bisdom van Vliet, Paulina Maria van Hondorf Blok, Pieter Anthony Knoch en Catherine Ockhuizen, dat zijn haar grootouders. Dan ga ik meteen even helemaal naar haar verste voorouder die ook Bisdom van Vliet heette, of eigenlijk Bisdom moet ik zeggen. Hier hebben we haar nog een keer. Dan gaan we dus eerst naar Marcellus Bisdom van Vliet. Samuel Reinders, dus het opa. Dit is dan weer de overgrootvader, de overgrootvader en dan de verste Bisdom die we kennen. Dit is Adriaan Bisdom, hij is vanuit Krimpen in 1685 is hij als notaris naar Haastrecht gekomen
en heeft zich daar gezetteld. Nou, waarom was die man notaris? Dat weten we gewoon eigenlijk niet. Hoe kon hij notaris worden? Had hij daar genoeg geld voor om opleiding te doen? Waarschijnlijk was het toen al een redelijk rijke familie. Dan gaan we meteen even naar zijn zoon, Theodorus Bisdom van Vliet. Dan zie je al meteen dat hij een andere achternaam heeft. Hè? Van Bisdom gaan we naar Bisdom van Vliet. En Theodorus is eigenlijk degene die echt verantwoordelijk is voor het familiekapitaal. Hij heeft ervoor gezorgd dat de familie eigenlijk echt rijk werd. Dat wilde hij ook wel heel graag laten zien. En hoe deed hij dat dan? Dit is bijvoorbeeld een huwelijkspenning die hij liet slaan. Het is een zilveren penning. Hij was op een gegeven moment 25 jaar getrouwd met zijn vrouw. En toen dacht hij van, nou, ik geef de gasten op mijn feest, die geef ik een zilveren penning, zodat ze altijd aan mijn mooie feest kunnen denken. En wat staat hier nou op? Hier staat op Theodorus Bisdom en Maria van Harthals in den echt vereend in, wanneer was dat? Augustus 1724. 1724 is het. Het zilveren feest is dan gevierd in 1749. En daar staat dan bij, even kijken wat daar staat. Wij danken voor het genoten in de schaduw van 11 loten. Het zilveren feest gevierd 1749. Nou, die 11 loten, dat zijn hun 11 kinderen. Zo moet je dat zien. Er zijn 30 penningen van deze penning gemaakt. En dat weten we uit het familiearchief dat ook bewaard is gebleven. Paulina heeft eigenlijk de archieven van haar voorouders goed bewaard. En daar zit een soort pakbond in. Toen dit pakje werd geleverd met 30 penningen, toen werd dat erbij geschreven. Nou, wij hebben zelf één zo'n penning en het Tijlers Museum heeft er ook eentje. Waar heeft deze man zijn geld mee verdiend? Daar kom ik nu op. Waar heeft deze man zijn geld mee verdiend? Ja. Nou, er wordt wel gezegd dat hij zijn geld verdiende met de VOC. Nou, dat is niet zo. Dat is echt een fabeltje en dat is gewoon kort door de bocht. De VOC was de 17e eeuw en we hebben het inmiddels over de 18e eeuw. Dus dat is eigenlijk een raar antwoord. Daar verdiende hij wel zijn geld mee met dit. Dit is een plaatje van hennepteelt. En hennepproductie en touwproductie, zeildoek. Hennep werd in de Krimpenerwaard volop geteeld en dat werd dan gebruikt om... ja, touw en zeildoek te maken. Een oude water stond bekend om de touwbanen en de touwindustrie. De lijnbanen moet ik eigenlijk zeggen. En zo op die manier werd de touw gemaakt. Dat zien we op het plaatje ook. Op de achtergrond zie je een aantal mannen de touwen in een lijnbaan maken en draaien. Er worden de vezels, helemaal links worden de vezels kapot geslagen, zodat er daarna garenvak gesponnen kan worden. En uiteindelijk wordt alles verpakt in pakhuizen. Nou, en zo moet u dat ook zien. Langs de IJssel stonden allemaal pakhuizen met hennep of zeildoek of touw. En dat werd dan over de IJssel naar Rotterdam en vaak ook Dordrecht vervoerd. En daar werd het natuurlijk gebruikt voor de scheepsindustrie. Dus dit is het ware antwoord. Hennepteelt. En dat geldt voor heel veel families in de Krimpenerwaard. Wat deed Theodorus met zijn rijkdom? Behalve zilveren penningen slaan. Hij kocht een titel. De adel verarmde in de 18e eeuw en mensen zoals Theodorus, die waren niet van adel, dat waren regenten, dat waren patriciërs, gewoon eigenlijk gewone burgers. Maar ze waren rijk geworden en ze hadden behoefte aan een titel. Dus hij kocht de heerlijkheid Vliet, of eigenlijk de hoge heerlijkheid Vliet. Dat wil zeggen dat je daar ook recht mocht spreken als iemand vermoord werd, dan mocht de heer mocht dan recht spreken. Dan ziet u op het kaartje, helemaal links onderin natuurlijk Lekkerkerk, hier is Haastrecht en dit is dan... de heerlijkheid Vliet. Het is een heel klein stukje land van 2 bij 1 kilometer, maar het was wel een aparte heerlijkheid. En er was een Belgische prins, die had behoefte aan geld en die heeft de heerlijkheid aan Theodorus verkocht. Hij heeft de heerlijkheid verkocht aan Theodorus om op die manier gewoon wat geld te krijgen. En Theodorus was heel erg geïnteresseerd in zo'n mooi stukje land. Niet alleen omdat hij dat land dan had, maar ook omdat hij vooral een titel kon hebben. En hij werd dus heer van Vliet. En vanaf dat moment is aan de naam Bisdom, het is een gewone familienaam Bisdom, is van Vliet gekoppeld. Dus iedereen die dat stukje land ook in beheer had, of daar heer van was, die noemde zich vanaf dat moment Bisdom van Vliet. Dat stuk land wat er nu nog achter zit.
Dit is niet bij het museum, dit is helemaal bij Oudewater in de buurt. Ja, dat is veel verderop. Er staat nog een ruïne op dat stukje land. En dat was ooit een kasteel, maar toen Theodorus dit stukje kocht, toen was het al een ruïne, dus daar ging het eigenlijk helemaal niet om. En wat hij daar ook bij kreeg, was een mooie uitbreiding van zijn familiewapen. De familie Bisdom had al een familiewapen. Dat waren drie eendjes achter elkaar op een gouden achtergrond en op een groene ondergrond. En daar heeft hij het vrijkwartier Vliet aan te kunnen toevoegen. Dus dat is dat rode blokje met die drie zilveren geknopte ruiten. En dat is eigenlijk het wapen wat afgeleid is van de heren van Woerden, die ooit ook Vliet bezaten. Dus op die manier, zijn wapen werd mooier, zijn titel, hij vond het allemaal fantastisch. Het leverde niks op, maar hij was wel heer van Vliet. En wat deed hij nog meer met zijn geld? Dan gaan we even helemaal naar de andere kant van de wereld, naar Zuid-Amerika. En dat rode stipje wat u daar ziet, dat ligt nu in Guyana. En dat is de plantage De Herstelling. Dat kocht hij in 1771 als een investering. Het is een koffie- en katoenplantage aan de rivier de Demerara tegenover het eiland Borselen. Dat is een hele mooie beschrijving, want nu weten we precies waar hij lag. Dat eiland Borselen heet nu Inver Island, dat ligt in de rivier. Hij kocht dat in 1771 en ja, u kunt wel raden, daar zaten ook slaven op. Hoe weten we dat? We hebben de akte in het openbare archief, in het streekarchief in Gouda ligt een akte. En dan wordt dit stukje land weer verkocht in 1780. Dat gebeurt door zijn zonen, want Theodorus was toen al overleden. Zijn zonen verkochten deze plantage en dan wordt ook de plantage beschreven. Daar wordt beschreven van waar bestaat die plantage uit. En dat zet hij dan zo uit. Met alle deszelfs bepoot en beplantingen, huizen, opstallen, slaven, vee en verdere ab- en dependiën. En appendiën en dependiën zijn toebehoren en afhankelijkheden. De slaven worden dus eigenlijk na de opstallen genoemd en voor het vee. Ja, dat zegt wel iets over de mentaliteit van die tijd. In een bijlage worden ook de namen van alle slaven ook genoemd. Dus de slaven hadden alleen voornamen, die werden natuurlijk ook door de blanke machthebbers toegekend. 56 volwassenen en nog een tiental kinderen. Dit is natuurlijk een zwarte bladzijde uit de familiegeschiedenis. Maar goed, we moeten er wel bij stilstaan, denk ik. De familie heeft de plantage niet langer dan 9 jaar gehad. Dus in 1780 hebben de zonen het weer verkocht. Dus waarschijnlijk was dit niet rendabel. Maar of ze het met winst verkocht hebben, dat zeggen de bronnen niet. En in de familiearchief zit ook correspondentie tussen de twee zonen die dan met elkaar praten over, of eigenlijk tussen twee zonen, niet de twee zonen, die praten dan met elkaar over de goede behandeling van de slaven. Nou, dat is natuurlijk wel heel fijn, maar dat doet natuurlijk niks af aan het grote onrecht wat hier heeft plaatsgevonden. Dus dit was even het verhaal van Theodorus, degene die het kapitaal gemaakt heeft. We kunnen concluderen dat hij dus aan hennepteelt zijn vermogen heeft overgehouden en dat hij het investeerde in dingen die wel of niet rendabel waren. Dan gaan we even naar zijn zoon, Marcellus Bisdom van Vliet. Hij is een regent die naar Gouda vertrok. Hij is een hele belangrijke regent geworden in Gouda. Hij vertrok dus uit Haastrecht en zijn broer, Adriaan Jacob Bisdom, die bleef in Haastrecht als regent en kwam ook in het oude familiehuis te wonen. Hij had heel veel politieke baantjes en ja, teerde eigenlijk nog op het vermogen van zijn vader. Dit is het huis waar hij woonde aan de Westhaven in Gouda, Westhaven 12. Daar zat ooit de muziekschool ook nog in en nu zit daar de Mandeville Academy. Het is nog een heel mooi pand en nog een mooi voorbeeld van hoe rijk hij eigenlijk was. Hij was trouwens ook patriot en dat betekende dat er toen in Gouda opstand kwam van de orangisten dat ze bij hem ook de ruiten hebben ingegooid. En dan hebben we het over 1787. Nou, er zijn genoeg ruiten om in te gooien, kunt u zien. Dus dat was even een probleem. Wat Marcellus trouwens ook deed, hij begon aantekeningen te maken over zijn familiegeschiedenis. En dat deed hij in deze familiebijbel. Die staat ook in het museum, straks weer, nu nog even niet. De familiebijbel, dat is een hele oude familiebijbel uit 1756. En dan schrijft hij over zijn eigen huwelijk.
He, dus voor in de Bijbel waren nog wat pagina's blanco waren, dan ging hij dan schrijven. En dan schrijft hij in het jaar onzes Heren 1766, den 10 december, s'avonds omtrent 9 uur, zijn in de grote kerk binnen Goes in Zeeland, enzovoort enzovoort, in den Heilige Echtenstaat verenigd, Marcellus Bisdom, geboren te Haastrecht, met Maria Catharina Reinders, geboren te Middelburg, enzovoort enzovoort. En we zien ook een geboorte, even kijken, die staat hieronder. Op zondag den 25 oktober 1767, des voormiddags even na 10 uren, is mijn huisvrouw zeer voorspoedig en gelukkig verlost van een kloeke, gezonde en welschapen dochter. Nou, die aantekeningen werden door nakomelingen ook weer bijgehouden, dus je ziet een heleboel verschillende handschriften in die Bijbel. En dat gaat door tot aan Paulina. Dus toen Paulina overleed in 1923, toen heeft haar secretaris nog even die datum in de Bijbel opgeschreven. Dus dat is een hele lange periode. En het leuke is, we weten daardoor details van de familie die we anders niet geweten zouden hebben. Omdat ja, bepaalde geboortedata, die worden soms niet vermeld in doopboeken. Dus dat is dan wel heel fijn. Dan gaan we naar zijn zoon, Salomon Reinders, bisdom van Vliet. Reinders, dat lijkt op een tweede achternaam, maar dat is eigenlijk een tweede doopnaam. Hij is vernoemd naar zijn grootvader, die zien we hierboven, Salomon Reinders. Dus hij is vernoemd, Salomon Reinders, bisdom van Vliet. En van hem is eigenlijk wel interessant dat hij, hij was degene die een hele mooie kans kreeg, want hij was natuurlijk geboren in Gouda, had helemaal niks met Haastrecht eigenlijk meer. Maar zijn oom, Adriaan Jacob, die dus in Haastrecht was gebleven, die was kinderloos. En die had in zijn testament bepaald, Salomon Reinders, jij mag mijn familiehuis hebben, je mag terugkomen naar Haastrecht als je daar gaat wonen. Nou, dat heeft Salomon Reinders gedaan. Dus hij is weer teruggekomen naar Haastrecht dankzij het testament van zijn oom. Hij is vrij vroeg overleden. Maar wat hij nog wel heeft gedaan, is vanaf 1814, dan is natuurlijk de Napoleontische tijd is voorbij. Dan zijn de heerlijke rechten komen dan weer eigenlijk terug. En hij wil dan eigenlijk weer Vliet terug. Hij wil het wapen weer gebruiken. Maar goed, het is hem uiteindelijk wel gelukt. Hij is uiteindelijk gestorven, waarschijnlijk aan een mentale ziekte. In het familiearchief zit een bron waarbij het blijkt dat hij misschien wel op het laatst van zijn leven niet meer helemaal bij zinnen was. Dan gaan we naar zijn zoon, sta ik even heel kort bij stil. En hij is de eerste die zich ook echt in de documenten noemt koopman in hennep en zeildoek. Wij kennen hem als de burgemeester van Haastrecht en ook van Vlist en van Bonrepas. Maar hij noemde zichzelf koopman in zeildoek en hennep. Dus dat was voor hem heel belangrijk. En hij is ook degene die het huis waar het museum nu in gevestigd is, heeft laten bouwen. Hij is daarmee begonnen in 1874, toen heeft hij daar de opdracht toegegeven. En 3 jaar later is het huis klaargekomen. En dan gaan we terug naar zijn dochter, dit is Paulina. Dus dat was even de stamreeks eigenlijk. Een stamreeks van mannen, die allemaal bisdom van Vliet heten. Maar ja, we vergeten soms dat zo'n familie natuurlijk uit veel meer voorouders bestaat dan alleen maar de mannelijke lijn. En daarom wil ik het eigenlijk hebben over de voormoeders. Ik wil ook wel eens bij stilstaan bij al die vrouwen die in de familie zitten. En daar bestaan heel veel misverstanden over eigenlijk. Dan ben ik weer even terug bij Paulina. En dan gaan we even naar haar moeder. Maria Elisabeth Knoch. Dat is haar moeder. En van haar wordt wel eens gezegd dat het een beetje raar was dat ze zo'n vermogend en invloedrijk man als Marcellus, hè, die burgemeester en koopman, dat ze die trouwde. Want ja, ze was toch maar een oude weduwe. Want ze was 3 jaar ouder dan Marcellus. Dan denk ik, nou, hoeveel ouder is dat nou helemaal? En ze had al een huwelijk daarvoor gehad. Ze was weduwe en ze had ook al kinderen uit dat eerste huwelijk. Dus nou ja, waarom? Dat vroeg men zich af. Maar ik weet inmiddels na onderzoek, dat zij eigenlijk waarschijnlijk vermogender was en meer invloed had in het dorp dan Marcellus. Zij kwam namelijk uit een hele belangrijke Dordtse familie en zij erfde de handelszaak van haar man. En dat weten we aan de hand van een advertentie uit de krant. Hier zien we dat. Heden overleed tot mijn bittere droefheid in den ouderdom van ruim 40 jaar mijn geliefde echtgenoot, de weledele heer A. Ledeboer. En elk die hem gekend heeft zal beseffen wat ik en mijn 3 kinderen in den waardigen overledene verliezen. Haastrecht, 3 september 1837.
Maar dat is nog niet het belangrijkste. Dan kijken we naar die laatste regel. De affaire zal op denzelfde voet worden voortgezet. En met affaire wordt niet bedoeld dat ze buitenechtelijk iets aan het doen was. Dit betekent, ik zet de handelszaak van mijn man voort. Ik zet zelf de handelszaak van mijn man voort. Dus ze was als weduwe, kon ze dat doen. Vrouwen waren niet bekwaam tot handelen in die tijd. Hè? Dus vrouwen mochten geen juridische zaak aanpakken. Ze mochten niet over hun vermogen beschikken. Ze mochten eigenlijk juridisch helemaal niets doen. Behalve als je weduwe was. Dan werd geacht dat je zelfstandig was. Dus zij was echt, ja, een potige dame, zeg maar. Ze ging gewoon lekker verder met de handel. En verdiende dus ook op haar eigen manier, haar eigen geld. En dit was waarschijnlijk dan ook weer een handel in hennep en zeildoek. Dus, want dat deed eigenlijk het hele dorp. Ik zeg trouwens dorp, maar Haastrecht is een stad. Want die heeft stadsrechten gehad. Dus daar worden de Haastrechtenaren nog misschien wel boos over. Maar goed, dat was even Maria Elisabeth Knoch. Dan ga ik even naar een andere vrouw. Paulina Maria Honderdblok. Paulina, onze Paulina Bisnoff-Vriend, is vernoemd naar deze dame, naar haar oma. En Honderdblok zeggen de mensen misschien wel iets, die naam vaaglijk. Want dat heeft te maken met Schoonhoven. Deze dame kwam uit Schoonhoven. En zij erfde van haar oom, Otto Braat, in 1823 een loodwitfabriek. Dus haar oom had een loodwitfabriek. Deze dame erfde dat. Zij noemde de loodwitfabriek, heeft zij een nieuwe naam gegeven. Zij noemde die loodwitfabriek volgens Honderdblok en Braat. Want zij heette zelf Honderdblok. En ze wilde haar oom op die manier nog een beetje eren. Na 1825, toen haar man, die Salomon Reinders, overleed, toen was ze weduwe geworden en toen noemde ze de loodwitfabriek Weduwe Honderdblok en Braat. In 1840 heeft ze uiteindelijk die loodwitfabriek weer verkocht. Dus ze heeft hem niet zo heel lang gehad, maar goed, ze heeft hem toch een tijdje die fabriek gehad. En die naam is tot in de 20e eeuw blijven bestaan. Tot in de jaren 60 of 70 heeft die loodwitfabriek gewoon gefunctioneerd. En die fabriek bleef altijd heten Weduwe Honderdblok en Braat. En daar is nog wel een foto van. Hier hebben we de fabriek in de 20e eeuw. En er staat erbij sinds 1778, dus de stichtingsdatum staat erbij. Het is heel alleen grappig dat men op een gegeven moment is vergeten waarom de fabriek zo heette. Uiteindelijk is men dat gaan noemen Weduwe Hondorf, Blok, Braat. Alsof het om drie personen zou gaan. Dus, en zelfs hier heet het alleen nog maar Hondorf. Maar dat klopt niet, want zij heette Hondorfblok. Dus dat is op zich wel grappig, maar goed. Inmiddels is het de fabriek gesloopt. Hij stond trouwens midden in de stad. En ik weet niet of je het weet, maar loodwit is dus een procedé waar men dus pigment maakt voor verf. Dat doet men door stroken lood in een ton te hangen, waar dan zuur in zit. En dat wordt dan overdekt met paardenmest vanwege de warmte die daarvan afkomt. En hier in de gevel zien we dus nog zo'n oude loodwitpot. En de initialen H en B, Honderdblok en Braat. Dus dat is eigenlijk wel heel grappig dat men dat dan nog wel geëerd heeft al die tijd. Bestaat dit nog? Nee, dit is allemaal afgebroken inmiddels. Ja, bestaat niet meer. De foto's zijn er gelukkig nog wel. Dus dat was ook even een dame die dus toch ook wel een vermogen had en dat ook goed beheerde. En dus ook haar fabriek verkocht, ook weer als weduwe, want alleen als weduwe kon je zulke soort dingen doen. Dit is haar vader, Frederikus Augustinus Honderdblok. Hij was arts in Schoonhoven. Dus hoe verdiende hij zijn geld? Hij was arts. En daarbij was hij dan ook raad in de vroedschap. Hè? Dus een soort gemeenteraadslid. En zijn vrouw, Cornelia Braat. Deze portretjes trouwens, die hangen in het museum. En ze hangen ook bij mij thuis, want het zijn mijn favoriete portretjes. Dus ik heb er reproducties van thuis hangen. Trouwens, het is ook wel leuk, deze man, Frederikus Augustinus Honderdblok, die beschreef ook, heeft ook documenten geschreven over zijn eigen leven. En die hebben we in het familiearchief gelukkig weer teruggevonden. En dan hebben we bijvoorbeeld hier zo'n stuk, wat dan in het familiearchief zit. En dat ziet er als volgt uit. Daar beschrijft hij het volgende. Anno 1781, dinsdag 27 maart 1781, zijn wij, Frederikus Augustinus Honderdblok en Cornelia Braat, door dominus Jacobus Chevalier aan het huis van bruidsouders, des avonds ten klokke 6 uren ondertrouwd. Maandag 16 april 1781 heeft voornoemde dominus Jacobus Chevalier ons des morgens ten 8 uren in de kerkenconsistorie in alle stilte getrouwd.
Waarom dat in alle stilte moest, weet ik niet, maar zo is het gegaan. Nou, dan gaan we even weer terug naar Cornelia Braat. Haar vader was Jan Braat. Hij was echt een hele belangrijke politieke figuur in Schoonhoven. En hij is ook waarschijnlijk degene die die loodwitfabriek is gestart, want we hebben het stichtingsdatum gezien, 1778. Dus waarschijnlijk is hij een van de stichters. Dan gaan we naar een andere voormoeder, Maria Catharine Reinders. Zij is geboren in Zeeland, trouwde met Marcellus Bisdom van Vliet. En haar vader, dat was Salomon Reinders. En als u nog herinnert, daar is Salomon Reinders Bisdom van Vliet weer naar vernoemd. Maar goed, Salomon Reinders, hij kwam uit Middelburg en hij heeft een hele indrukwekkende carrière eigenlijk achter de rug. Want hij is begonnen als scheepsjongen en opgeklommen tot vice-admiraal. Dus dat klinkt als een mooi jongensboek. Dus hij heeft echt zelf zijn carrière gestalte gegeven eigenlijk. Trouwens, de details van zijn leven, hè, geboorte, huwelijk, overlijden, weten we eigenlijk alleen maar uit die familiebijbel die ik heb laten zien. Want het archief in Middelburg is in de oorlog gebombardeerd en heel veel van de doopboeken en dergelijke zijn toen verwoest. Dus daar is bijna niets meer van terug te vinden. Maar dankzij de familiebijbel weten we wanneer deze man geleefd heeft. En zijn carrière kennen we eigenlijk uit de archieven van de VOC en andere archieven die toevallig dan net gespaard zijn gebleven. Dus hier toch nog een beetje VOC, maar niet op de manier waarop we denken dat de familie aan de VOC heeft verdiend, maar gewoon door daarvoor te werken. Zijn echtgenote was Maria Basting. Nou, kan ik daar niet heel veel meer over vertellen dan dat zij de vrouw van Salomon Reinders was. Hebben we gelukkig ook haar geboorte- en sterftejaar dankzij de familiebijbel. Maar wat we in het familiearchief hebben gevonden is een correspondentie met twee dochters van haar. En daar blijkt uit dat ze ook best wel veel ruzie met elkaar konden hebben. Niets menselijks was ze vreemd. Hier hebben we die brief waar ik het over wil hebben. En ik zal even een paar stukjes eruit halen. Dan beginnen we in ieder geval al met een hele formele toon. Dus dan voel je al dat het niet helemaal lekker zit. Mevrouw en hooggeachte moeder. En dan gaat het over een afgewezen cadeau. Vergun mij, waarde moeder, te vragen of ik dan het ongeluk hebbe van zo verre bij uw edele in ongunst vervallen te zijn, dat geene presentjes die uit ene zuivere genegenheid van een kind voor haar waarde moeder gezonden worden, bij uw edele zullen aangenomen worden. Dus ze is verbaasd van waarom heb je dat cadeau niet aangenomen wat ik je toegezonden heb. En dan komt er ook nog een smeekbede. Kan dan ook een moeder haar een zuigeling vergeten en onmeedogend blijven jegens een kind, waaraan zij als tweede oorzaak het aanwezen gegeven heeft en het welke niets anders verlangt dan daar een oprechte hoogachting, de verschuldigde dankbaarheid aan die moeder te bewijzen? Nee, waarde moeder. Het is een hele bijzondere taal en wat ik ook heel opvallend vind is dat ze aangeeft dat haar moeder de tweede oorzaak van haar bestaan is. Dus vader zou de eerste aanleiding zijn en moeder pas de tweede. Daar kijken we tegenwoordig gelukkig heel anders tegenaan. Dat was Maria Basting. Dan gaan we even naar Maria van Harthals. Maria van Harthals is ook die dame die op die zilveren penning stond. En het leuke van Maria van Harthals is dat zij komt uit een hele gegoede Goudse familie. Dus Theodorus Bisdom, die dus een titel kocht en een heerlijkheid. Die is eigenlijk opgeklommen in de maatschappelijke ladder, op de maatschappelijke ladder, dankzij zijn huwelijk ook met deze dame. Dus als een Haastrechtse boerenjongen, zeg maar, is hij een hele chique dame getrouwd en zelfs daardoor heeft hij zijn carrière ook een boost gegeven eigenlijk. En tenslotte Elisabeth Wijkerheld, zij is getrouwd met Adriaan Bisdom. Nou, helaas weet ik eigenlijk over haar niet veel meer dan de geboorte- en sterftedata. Zo, dus er waren enkele voormoeders. Dan wil ik nog even wat aandacht besteden aan een paar families die dus eigenlijk helemaal rechts boven in de stamboom zitten. Hè, dus aan de vrouwelijke kant helemaal. Daar zitten een aantal families die eigenlijk nog, of minstens zo interessant zijn als de familie Bisdom van Vliet. En waar dus natuurlijk ook heel veel geld uitkwam, wat Paulina erfde uiteindelijk via. Nou, dan hebben we weer even de moeder van Paulina, Maria Elisabeth Knoch. En dan gaan we naar haar vader,
Ook dit portretje hangt trouwens in het museum. Dit is Pieter Anthony Knoch. Van Pieter Anthony Knoch weten we dat hij een koopman was uit Dordrecht. Dus het is een echte Dordrechtse familie. En wat wel aardig is, dat toen ik de hele stamboom aan het uitzoeken was, zeker die vrouwelijke kant was vaak helemaal nog niet beschreven, de mannelijke kant zeker wel, maar deze hoek eigenlijk wat minder. Toen kon ik maar geen geboortedatum van hem vinden, dus wel een doopdatum, die staat natuurlijk in het doopboek, maar een geboortedatum had ik niet. Totdat ik in de zilvercollectie van ons museum eens ging kijken. En dan vinden we hier een zilveren broodmand. Heel interessant. 8 bij 29 bij 20 centimeter. De decoratie is azuur gezaagd. Nou, dat soort details kunt u straks allemaal horen in het museum. Daar kan u eindeloos over vertellen. Maar wat hier zo interessant is, trouwens ook tweede helft 18e eeuw, gemaakt door Govert Steenbeek uit Dordrecht. Maar als we hem omdraaien, dan wordt het pas interessant. Dat mag niemand doen natuurlijk. Maar als beheerder heb je zo je mogelijkheden. Ik heb hem omgedraaid en er staat op de onderkant: pillengift van Elisabeth Maria van Attenhoven, ik zal het even erbij zetten, voor haar neef Pieter Anthony Knoch, geboren den 7 juni 1772. Dus zo kun je ook in de genealogie data vinden die je anders nooit zou vinden door dit soort objecten die dus bewaard zijn gebleven en overerfd tot aan Paulina toe. Oh ja, dat zal ik even uitleggen. Pillen, dat is eigenlijk een ander woord voor pupil. Dus het is een gift voor een kind. En zo'n pillengift werd meestal gegeven bij de doop. En dan vaak voor je petekind. Dus deze tante, die was waarschijnlijk de peetante. En hier zien we dus Maria Elisabeth van Attenhoven. En de pillengift was gegeven door Elisabeth Maria van Attenhoven. Dus dat is de zus van deze dame. Dan gaan we meteen door naar zijn vader. Dat is ook wel heel interessant. Paulus Knoch. U ziet ook dat ik van alle mensen ook graag de handtekening verzamel. Dus als ik de handtekeningen van de beste mensen ergens tegenkom, dan zet ik ze ook altijd hier meteen in. Er zijn twee soorten handtekeningen. Eén zette hij onder juridische documenten en die andere tekening zette hij onder tekeningen van hem. Hij was tekenaar. Hij was eigenlijk vooral een belangrijke bestuurder in Dordrecht. Hij was houthandelaar, dus weer economisch en politiek, hè, houthandelaar en regent. En hij had de belangrijke bestuursfuncties. En daarnaast was hij dus liefhebber van vlinders vooral. Die mocht hij graag tekenen. En hij was verzamelaar. Hij verzamelde waarschijnlijk vlinderpreparaten. En we hebben in onze eigen collectie een paar van zijn tekeningen. Maar ook het Rijksmuseum heeft een paar van zijn tekeningen. Dit is er een van. En dan hebben we hier nog een. U ziet dat hij echt heel gedetailleerd de vlinders bestudeerde en die heel mooi tekende. En hij heeft ook heel veel boeken over vlinders geschreven. En die hebben wij ook allemaal in de kast staan. Handgeschreven boeken, een hele rij, bijna een meter aan boeken. Dus die ziet inderdaad nooit iemand. Tenzij je een formeel verzoek doet en dan wil het bestuur misschien wel eens een keer toestaan dat er naar gekeken wordt. Gebeurt wel eens. Nee, niet zomaar. Dus dat was Paulus Knoch. Ja. Wat voor geloof hadden ze? Ze waren allemaal Nederlands hervormd en dan redelijk vrijzinnig eigenlijk. Ja, protestants moet ik eigenlijk zeggen. Dus dat was even Paulus Knoch. Hij had dus ook een rariteitenkabinet waar hij zijn preparaten in bewaarde. En ook dat rariteitenkabinet hebben wij in huis helaas leeg, want zijn verzameling is ooit verkocht. Dat heeft ook in de krant gestaan. De verzameling van Paulus Knoch werd aangeboden en verkocht. Maar het kabinet hebben we nog gelukkig. En dit is dan weer zijn vader, Anthony Knoch. Hij was zaagmolenondernemer in de Zaanstreek en uiteindelijk werd hij weer koopman in Dordrecht, waar hij ook vandaan kwam. Dus echt een Dordtse familie. En hij, van hem is belangrijk dat hij dus het mysterie over de naam Knoch oploste. Want er zijn wel mensen geweest die dachten, ja, waar komt de naam Knoch eigenlijk vandaan? Is dat Schots? Is wel gezegd Knoch? Nou, Knok, weet ik veel hoe je dat uit zou moeten spreken. Maar de naam is niet Schots. De naam komt uit een ander deel van Europa. En dat weten we omdat hij ook hij weer, het was echt een mode, genealogische aantekeningen bijhield. Nou, dit papier is redelijk, is door heel veel handen gegaan, zoals je ziet. Gelukkig is hij nog net leesbaar. En ik heb hem dan ook getranscribeerd voor de toekomst. Dat mocht hij verloren gaan, dan hebben we in ieder geval de informatie nog.
En dan zien we hier bovenaan, ja, u kunt het waarschijnlijk net niet goed lezen. Het jaartal is ook heel moeilijk. Maar uiteindelijk kom ik eruit op dat het 1659 is. 1659, den 17e april, is mijn vader, Pieter Knoch, geboren te Dotkoop in de Onderpals. En is te Dort overleden op de 29e november 1721 en in de grote kerk in de Pankraskapel begraven. Nou, Dotkoop, Dot betekent stip, plaatsje, dorpje. Koop ligt aan de Rijn, ja, echt in de wijnstreek, in de buurt van Mainz. Dus Knoch komt gewoon uit Duitsland. Weten we dat ook weer. Via zijn schoondochter, Maria Elisabeth van Attenhoven, en haar vader, Pieter van Attenhoven. Je hoeft het niet te onthouden hoor. Het wordt niet overhoord. Komen we uiteindelijk bij Elias van Attenhoven. En dan zitten we alweer in generatie 6. Ik ben trouwens met onderzoeken gestopt bij generatie 6. Want op een gegeven moment moet je ophouden. Want ik heb ook meer te doen in mijn leven. En dan andermans genealogie uitzoeken. Dus daar heb ik een streep getrokken. Maar goed, dit was al interessant genoeg. En ook hij hield weer genealogische aantekeningen bij over zichzelf. En dat zien we dan hier. Ook weer redelijk vergaan. Inkt, vraat. Hè? En dan gaat de inkt gaat helemaal door de documenten lopen. Moeilijk leesbaar. Ik heb toch een poging gewaagd. 1664. Den 18e december ben ik, Elias van Attenhoven, geboren tot wel 4 uren onder Venlo. Dat is tot hier. Nou, wat wordt daar nou mee bedoeld? Nou, met 4 uren wordt bedoeld 4 uren gaans. Dus daar wordt een afstand mee bedoeld en dus niet een tijd. En dan bedoelt hij een afstand over het water, over de Maas. Hij was schipper, of zijn ouders waren waarschijnlijk ook schipper. Dus hij is gewoon in de boot geboren. En nou ja, daardoor weten we veel meer over het begin van zijn leven. Ik heb geen doopinschrijving van hem gevonden. Dus dit is de enige informatie die ik heb over zijn geboorte. Dus daardoor weet ik hoe oud hij is geworden enzovoort. Anders had ik het gewoon niet geweten. Nou, na zijn geboorte is hij uiteindelijk koopman geworden en schipper in Nijmegen en Dordrecht. Nou, dan zie je ook weer die route die hij dus aflegde eigenlijk. Nou, via zijn schoondochter Geertrui du Piré. Trouwens een dame die geen makkelijk leven heeft gehad. Ik ga er verder niet bij stilstaan, maar kort gezegd, het staat er ook onder. Haar beide ouders stierven toen ze nog maar 1 jaar oud was. Ze raakte ongehuwd zwanger. Dat weet ik omdat de trouwdatum wel heel dicht zit op de geboorte van het eerste kind. En ze overleed al voor haar 33ste. Dus dat was geen fijn leven. Maar goed, dan kom ik uiteindelijk uit bij haar moeder, Elisabeth Groene. En Elisabeth Groene is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van de handel waar Dordrecht onbekend stond, de wijnhandel. Zij is geboren in Londen. En ze is geboren uit Duits-Dordtse ouders. Dus haar vader was Duitser en haar moeder kwam uit Dordrecht. En haar vader was Frederik Groene en hij was een van de belangrijkste wijnimporteurs van Londen. En dat weet ik omdat daar iemand zijn dissertatie over geschreven heeft. Die heeft de hele handel van de wijnhandel in Londen heeft ze helemaal uitgezocht. En toen heeft ze ook deze Frederik Groene gevonden en helemaal kunnen uitzoeken wat zijn omzet was enzovoort enzovoort. Daar heeft ze een boek over geschreven. Nou, die heb ik gevonden en daarom weet ik dat. Haar ouders overleden op een gegeven moment en toen is zij teruggekomen naar Dordrecht en bij een oom, de broer van haar moeder die ook uit Dordrecht kwam, is ze dan gaan inwonen en zo is haar leven verder gegaan in Dordrecht. Maar dit is een heel mooi voorbeeld van wat in die tijd een hele belangrijke handel was. Het rode stipje is Dordrecht en dan zien we met deze lijn hoe de handel uit de wijnstreken van Duitsland over de Rijn naar Dordrecht ging en vanuit Dordrecht naar Londen werd vervoerd. En dan zie je ook op dit kaartje eigenlijk hoe mooi Dordrecht precies eigenlijk in het midden ligt tussen de Duitse wijnstreken en Londen. Dus een belangrijke wijnroute. Nou, dan keren we nog even 1 keer terug naar de moeder van Paulina, Maria Elisabeth Knoch. Want haar moeder, Catherine Okhuizen, is ook een hele bijzondere dame. Zij was waarschijnlijk nogal ijdel, denk ik.
We hebben namelijk meerdere portretjes van haar in ons huis. En dan zeg ik ons huis, dan bedoel ik natuurlijk het museum. Dit is de kleine salon in het museum, nog in ingerichte staat. Zo komt het straks ook weer helemaal terug. En dan zien we de portretten van Paulina's ouders aan weerszijden van de deur hangen, in die ovale lijst. En boven de deur hangt dan het portret van haar grootmoeder via moeder. Dus dit was echt een echt familiehoekje, zeg maar, van Paulina. Dit is dat portretje, dus dat is Catherine Okhuizen. En we hebben nog een tweede portretje van haar. Die hangt in dezelfde kamer, ergens verderop. En die is veel kleiner. En dat is ook weer Catherine Okhuizen. En nou, het leuke is van werken in een museum is dat je eigenlijk best wel veel bezoekers spreekt. Elke dag komen er bezoekers en die zijn enthousiast en die nemen soms ook wel eens dingetjes mee. En op een gegeven moment kwam er een bezoeker en die kwam met dit portretje aan. En hij zei van ja, dit is ook Catherine Okhuizen. We mochten het portretje helaas niet houden, ik mocht er even een gouden fotootje van maken. Maar u ziet aan het gezicht dat dit bijna gewoon helemaal nageschilderd is van dit gezicht. En ook de houding is bijna hetzelfde. Dus nou, deze dame liet zich vaak vereeuwigen. Nou ja, ze was ook heel rijk, had rijke ouders, had een rijke man. Dus ja, waarom ook niet? En Paulina heeft dit allemaal bewaard, dus dat is wel heel erg leuk. Dus dat was even Catherine Okhuizen. Nou, haar vader is een nationaal bekende man eigenlijk wel. Nicolaas Jan Okhuizen. Hij was een belangrijke politicus, en dan niet zomaar één. Meer van het landelijk kaliber eigenlijk. En dat komt niet zo heel vaak voor in deze familie. Hij was korenhandelaar in Moordrecht. Eigenlijk ook broodbakker. Maar dat betekent eigenlijk dat hij een broodfabriek had. Zo moet je dat eigenlijk zien. En hij kwam uit Moordrecht. En hij werd lid van de eerste nationale vergadering. Dus dat is de eerste. Ja, in het oude Tweede Kamergebouw destijds. Die balzaal. Die werd op een gegeven moment gebruikt als een vergaderzaal. Toen de Bataafse omwenteling was geweest. Dus de eerste echte democratische vergadering. Daar was hij lid van. En later, na Napoleon, is hij ook nog lid geworden van de Eerste Kamer. Zoals we die nu ook nog kennen. En was ook voorzitter van de Eerste Kamer. Dus hij is echt bekend in de parlementaire geschiedenis eigenlijk. En dan heb ik nog één persoon waar ik nog even stil bij staan. En dan hebben we eigenlijk een mooie doorsnede van de familie gehad. Dit is Jacob Okhuizen, dus de vader daarvan. En hij was belastingontvanger in Woerden. En daarna in Leiden. Hij is op een gegeven moment van zijn vrouw gescheiden. Hij woonde eerst met zijn vrouw in Woerden. Nou, dat liep blijkbaar niet lekker. Dus alle echtscheidingsdocumenten die laten zien dat ze gescheiden zijn uiteindelijk, kwam niet heel vaak voor. Het grappige was dat zijn vrouw eigenlijk altijd borg stond voor hem. En je moet het zo zien, een belastingontvanger werkte anders dan nu. Het was een baan wat je pachtte. Dus jij betaalde, als je belastingontvanger wilde worden, betaalde je een grote som geld aan het stadsbestuur. Dan mocht jij belasting innen voor je eigen gewin. Dus als jij meer belasting ophaalde dan dat jij aan het stadsbestuur had betaald, dan mocht je dat zelf houden. Dus zo'n belastingontvanger was geneigd om meer belasting op te halen en daar was hij alleen maar bij gebaat. Dus lekker veel belasting ophalen. En het voordeel voor het stadsbestuur was dat ze gewoon een vaste portie geld al binnen hadden. Ze hoefden niet zorgen te maken van, oh, komt alle belasting wel binnen? Dus het mes sneed aan twee kanten. Maar dat betekende wel voor de bevolking dat het niet leuk was. Want ja, zo'n belastingontvanger die wilde natuurlijk, die zat echt achter de mensen aan. Dat is een soort deurwaarder eigenlijk. Nou, en in 1748, dat is wel landelijk, was er op een gegeven moment een pachtersoproer. De mensen waren het helemaal zat. En bij hem werden dan op een gegeven moment de ruiten ingegooid en zijn inboedel werd geplunderd. Dus ja, dat was het gevaar van regent zijn en belastingontvanger. Dus dat gebeurde en op een gegeven moment is hij toch daar uiteindelijk wel weer mee doorgegaan. En hoe weten we dit? Er zijn allerlei nieuwspamfletten gedrukt. En er zijn allemaal pamfletten waar de spot met hem wordt gedreven. Allemaal rijmpjes waarbij aangegeven wordt dat het een slechte man was. En allerlei toespelingen. Nou, maar daardoor weten we dus wat er allemaal gebeurd is. Nou, ik heb deze lezing Groene Hartregenten genoemd, want ja, we kennen natuurlijk allemaal de Amsterdamse regenten in de grachtenpanden van Amsterdam. Dat is allemaal algemeen wel bekend, dat het een gesloten groep was, die door onderlinge huwelijken verbonden was, waar je niet zomaar tussen kwam.
En eigenlijk was zo'n klasse, die zat ook in het Groene Hart. Hè, we hebben meerdere dorpen en steden gezien inmiddels. Die toch een beetje meer met het platteland te maken hebben. En ja, Paulina is echt een erfgenaam van al die Groene Hart regenten. Dus de vraag te beantwoorden, waar kwam nou het geld vandaan? Uit de handel en de beroepen, hè, als arts en notaris. De politieke invloed kwam door de baantjes. Dus dat ging altijd samen. En ik denk dat we daar, nou, als we nog even terugdenken aan Mark Rutte, die ook nog bij Unilever werkte, dat zouden we absoluut niet meer accepteren. Maar ja, in de 18e en 19e eeuw was het eigenlijk vrij gewoon. Heb ik ooit gehoord dat ze 32 boerderijen hadden? Ja, klopt. Nou, het waren er misschien zelfs wel 100. We hebben ze nog niet precies geteld, maar het waren heel veel boerderijen, Paulina. Ik zit nog even op een rijtje waar we nou naar gekeken hebben. De inkomsten, waar kwamen nou de inkomsten vandaan? Nou, handel in hennep en zeildoek was heel belangrijk. Je kon schipper zijn, dat gaf inkomsten. Zaagmolenaar, houthandel, korenhandel. Nou, wijnhandel was heel belangrijk. Het grappige is dat die Dordtse familie, die dus veel in de wijnhandel zat, ook allemaal in de Wijnstraat woonde. Dat is nog steeds een hele chique straat in Dordrecht. Loodwitfabrikage, nou goed, in één geval een loodwitfabriek. Militair, we hebben ook, goed heb ik niet behandeld, maar er zitten meerdere militairen in de familie. Ook Samuel Reinders als natuurlijk vice-admiraal. Dat is natuurlijk ook een soort militair. Belastingontvanger hebben we het net over gehad. Arts. En we begonnen met een notaris. En waar investeerde men dan in? In land. Nou, wat u zegt, Paulina had heel veel boerderijen. Ze had ook huizen. Nou, dat levert natuurlijk allemaal weer huur op. Huizen, precies. Aandelen en obligaties. Nou, en dan komt weer de VOC weer terug. Theodorus Bisdom, hè, degene die Vliet kocht, die investeerde ook in VOC-aandelen, weten we. Waarschijnlijk leverde dat niet veel op, want de VOC was al lang op zijn retour in de 18e eeuw. Dat stelde echt heel weinig voor. Obligaties, meestal staatsobligaties. Dat betekent dus dat je aan de overheid geld leent en daar weer rente over terugkrijgt. En wat we bijvoorbeeld van Paulina nog weten, dat is wat veel moderner weer, dat zij bijvoorbeeld ook aandelen had in Braziliaanse spoorwegen. Hè? In de 19e eeuw werden daar spoorwegen aangelegd en dan kon je daar een deel in investeren en dan kreeg je een bepaald rendement terug. Nou, een titel hebben we gezien. In de familie waren meerdere titels trouwens. Ja, en een plantage. Het kan ook best zijn dat er later nog weer een plantage gekocht is. Dat zijn we nog niet tegengekomen. Ook zou kunnen dat andere delen van de familie ook zoiets hadden. Maar goed, van één weten we het in ieder geval zeker. En dan de politieke invloed. Waar bestond die uit? Nou, we zijn verschillende posities tegengekomen. Secretaris van allerlei organisaties. Baljuw of Schout. Nou, dat is een beetje een soort politiecommissaris. Raad in de vroedschap. Dus een soort gemeenteraadslid. Schepen. Hè, rechter was dat eigenlijk. Burgemeester. Hoogheemraad, hè, dat gaat dan over het Hoogheemraad van de Krimpende Waard. Dus dan had je met waterstaatkundige zaken te maken. Maar dat was ook een politieke functie. Daarboven stond nog de dijkgraaf, die hebben we ook in de familie. Paulina's vader was dijkgraaf naast burgemeester. En tenslotte de landelijke vertegenwoordiger. Wilt u nou deze stamboom nog eens heel goed bestuderen? Dan kunt u naar oesoldelu.nl gaan. Dan vindt u mijn eigen stamboom, die ik veel verder heb uitgezocht dan 6 generaties. Dan vindt u ook de stamboom van Paulina. En die staat op oesoldelu.nl/bisdom van Vliet. En ik heb verschillende artikelen ook geschreven over bepaalde onderwerpen die over Paulina gaan. En als u die wil lezen, dan kunt u gaan naar oesoldelu.nl/onderzoek. Een aantal van die artikelen zijn ook weer gepubliceerd in verschillende historische tijdschriften. Dus dat is misschien ook wel aardig om eens een keer door te nemen. En wilt u meer weten over het museum en bijhouden wanneer we precies weer open gaan? Ik zeg verklap alvast 5 april gaan we vanuit. Dan kunt u even kijken bij bisdomvanvliet.nl. Dank u wel, dat was mijn lezing. Zijn er misschien nog vragen? Ja. Mevrouw Pauline, de laatste Pauline, is die nooit getrouwd? Pauline is wel getrouwd geweest. Ze was getrouwd met Johan Jacob Lefevre de Montilly. Daar is ze een aantal jaren getrouwd mee geweest. Alleen daar zijn nooit kinderen uit voortgekomen. We weten niet waarom. Of ze
iets mankeren of hij iets mankeren, weten we niet. Of, geen idee, maar in ieder geval, de beste man is redelijk vroeg overleden. En ze is nog 40 jaar lang weduwe geweest. En had ze bijvoorbeeld wel kinderen gehad, dan zouden we ook nooit het museum gehad hebben. Want dan was haar erfenis over meerdere kinderen waarschijnlijk verdeeld en dan was alles verdwenen. Maar heeft zij dan niet de naam van haar man gevoerd? Ja, zij heeft heel lang, zij was bestond bekend als de weduwe Lefèvre de Montigny. Ze heeft ook in de eerste versies van haar testament bepaald dat het museum moest heten Lefèvre de Montigny. Maar dat heeft ze 30 jaar lang steeds weer haar testament veranderd. En in de laatste versie had ze gezegd dat het museum Bisdom van Vliet moest heten. Dus ze is gaandeweg gaan geloven van ja, maar wacht even, mijn familie is ook eigenlijk best belangrijk. Dus haar man was natuurlijk belangrijk. Maar ze, later is ze gaan denken van ja, maar het museum moet eigenlijk meer over mijn familie gaan. En zo is het gekomen. Die naam Bisdom, waar komt die vandaan? Dat weten we niet zeker. Het is een hele oude naam. Het zou een verbastering kunnen zijn van vice domus. He, dus vice met V-I-C-E. Dus onderheer. Dus eigenlijk Latijn. Dus dat is dan bisdom geworden. Het heeft in ieder geval helemaal niets te maken met een bisschop of iets dergelijks. Het is echt een verbastering van iets anders. En zij heeft ook gezegd dat het museum moest blijven. Ja. Maar ze heeft ook een gesloten verklaring gelaten. Is die al geopend? Of is nee, die mag volgend jaar geopend worden. Ze heeft dus... die wordt volgend jaar geopend, hoop ik. Nee, ik zal voor de andere even uitleggen. Ze heeft een pakket achtergelaten en daar heeft ze opgeschreven... niet te openen voordat er 100 jaar na mijn overlijden gepasseerd zijn. En dat is bijna zover. 2023 mag het geopend worden. Het is een vrij dik pak documenten, dat kun je voelen. Maar het is helemaal verzegeld, dus niemand kan het zien. En we gaan het waarschijnlijk volgend jaar openen, omdat het dan mag. Ja, en er zijn de wildste geruchten over wat erin zou staan... wij als vrijwilligersteam en ik als beheerder, wij hopen eigenlijk dat erin staat dat iedereen die dan in het museum werkzaam is, ja. iets uit de collectie mag uitzoeken. Maar dat zal waarschijnlijk niet. En u had ook nog een vraag. Hoeveel kinderen kregen ze gemiddeld en hoe oud werden ze? Ja, ze kregen vrij veel kinderen. Soms wel 10. Maar bleef er dan maar 1 in het huis? Eigenlijk wel. Het is natuurlijk bijna misgegaan. Hè? Marcellus Bisdom van Vliet, die ging naar Gouda. Zijn broer bleef in Haastrecht. Die had geen kinderen. Het had zomaar kunnen zijn dat dan na zijn overlijden het huis was verkocht. En dan was het in andere handen overgegaan. Maar hij had in zijn testament weer gezet dat zijn neef het huis mocht hebben. Dus het is uiteindelijk via die neef weer teruggekomen in de familie. En Paulina, die is oud geworden natuurlijk. Maar dat was ongeveer de gemiddelde leeftijd van Ja, dat is ook wel eens een leuk misverstand. Daar kunnen we ook nog eindeloos over debatteren. Er wordt wel eens gezegd dat mensen vroeger niet oud werden. Maar dat is echt totale onzin. Mensen werden gerustig gewoon 100, 80. Komt allemaal voor. Alleen de grote kindersterfte zorgde ervoor dat de gemiddelde heel laag was. Hè, gemiddeld was de levensverwachting 40 jaar. Maar dat wil niet zeggen dat als jij 20 was, dat je dan na 20 jaar weer dood zou gaan. Nee, er zijn heel veel doodgeboren kinderen. Dat zien we bijvoorbeeld ook in de familiebijbel. Er staat ook heel vaak, mijn vrouw is verlost van een dode zoon. Dat schreef ze dan ook op. Dus ja, als je gemiddeld 15 kinderen kreeg, nou, de helft ging al dood voordat ze überhaupt gedoopt konden worden. Dus dat brengt het gemiddelde naar beneden. Maar men werd eigenlijk wel ongeveer net zo oud als wij nu. Dus dat zoveel verschilt dat eigenlijk niet. Alleen de levensverwachting, en dat is wat anders, de levensverwachting was laag. Andere vragen nog? Ja. Wie mag dat gesloten pakket openen? Dan moeten we het intern nog over hebben. Waar staat u dan? Nou, het heeft niet de status van een testament. Het is meer, het heeft de status van een codicil. Kijk, het echte testament is bij haar overlijden geopend. En daarin stond dat haar huis een museum moest worden. En daar stond ook hoe het museum bestuurd moest worden. Dus dat heeft ze allemaal geregeld. Dat document, dat is een codicil. Daar heeft ze met haar eigen handschrift opgeschreven dat het niet geopend mag worden. En dat respecteren we. Maar juridisch heeft het geen gevolgen als je het wel zou openen. Maar goed, we respecteren dat natuurlijk. Ik vermoed zelf trouwens dat het allemaal niet zo spannend is wat erin staat. Ik denk dat daar documenten in zitten die gaan over de privacy van iemand anders. Bijvoorbeeld brieven van een vriendin die zij gekregen heeft. Die wilde ze misschien niet weggooien, maar ze had ook zoiets van... ja, ik wil niet dat iedereen erin gaat neuzen. Weet je wat? Ik zet er een embargo op van 100 jaar. Dan is iedereen die erover gaat, is overleden. Maar goed, dat is mijn verwachting. Maar het kan ook zijn dat ze schrijft van...
Stop er maar weer mee met het museum en verkoop alles maar, dat kan ook. Ja, dat hopen ook heel veel mensen, dat ergens dat er staat van nou onder de boom, onder de rode beuk ligt nog een schat begraven of zo. Ja, of er zit niks in. Ja. Nou, dank u wel voor uw aandacht. Nou, hartelijk dank voor uw graag gedaan.